zijn kat. Dat is wat een schattig verdientje. Mooi. Ja, goedenavond, Steek. Oh, sorry dat het eventjes over je kapsel hadden. Ja, weer maar even. Met wat anders. En over je kapper, ja. Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Ali, nicknaam Ali. Wij zijn fanatiek gebruikers Zojo van TransIP. Al onze domeinnamen bijvoorbeeld. Leuk. Daar gaan we later ook nog eventjes over spreken. Maar we spreken nu voornamelijk met je. Omdat jij met Bunk begonnen bent om een wereld te verstoren die zich moeilijk laat verstoren. Ja. Dat vinden wij altijd leuk. Ja. Bunk richt zich op de financiële wereld, de bankwereld. Ja. Ten eerste eventjes, waarom dacht jij, ik ga een moeilijk te veroveren, moeilijk te verstoren wereld aanpakken? Nou, omdat ik dacht dat het heel veel beter kon. Ik dacht dat het heel veel beter kon. En zo midden, te midden van de crisis, waarin iedereen over elkaar heen buitelde om nog meer regeltjes te verzinnen en nog meer dingen en dogmatische dingen op te leggen, dacht ik, ja, maar hey, wacht even. Kan het nou allemaal niet heel veel slimmer, gebruiksvriendelijker, beter en anders dan, vooral anders dan. En dan bedoel je de bankencrisis, heb je het over, hè? Die duidelijk maakte dat er natuurlijk heel veel mis is in dat systeem. Ja, precies. En dat was, ik denk altijd, een crisis is een gevolg van onderliggende systeemfouten. Zeg maar, dat is een soort uitstulping. En als je die fouten niet echt fixt, echt repareert, dan komt het vanzelf weer terug. En nou, zodoende, ik zag het niemand doen. En ik denk van ja, het voelde als een soort maatschappelijke plicht haast om het aan te pakken. Maar even voordat we ingaan op wat Bunk dan precies anders doet. Wat waren dan de dingen die jou echt stoorden in het huidige systeem? Wat waren de uitgangspunten voor jouw initiatief? Nou, als je een beetje rondkijkt in de bankenwereld en dan Bunk even niet meeneemt in de vergelijking, dan zie je dat iedereen eigenlijk hetzelfde doet. Het zijn min of meer dezelfde systemen, dezelfde mensen, hetzelfde verdienmodel. Eigenlijk bijna wereldwijd. En ik dacht, ja, maar wacht even, wat is nou de essentie van een bank? En wat is dat dan? Volgens mij is de essentie van een bank dat je met goed vertrouwen je geld ergens stalt en dan vervolgens zelf de controle behoudt om ermee te doen wat je wil, wanneer je wil, met wie je het maar wil. Terwijl wat banken nu zijn is, ja, het is een beetje een zwart gat. Daar stop je geld in. Dat gaat bijna altijd goed. Als het goed gaat, heb je er een beetje profijt van. Alhoewel de rentepercentages nu eigenlijk allemaal nul zijn. Maar als het verkeerd gaat, hebben we er met z'n allen last van. En dat is heel gek. Ja, en wat... Oké, dan ga jij nadenken over de nieuwe bank. En, ja. Dat werd Bunk. Wat zijn dan de dingen die Bunk uniek maakt? Ik denk eigenlijk bijna alles. Dus waar wil je beginnen? Nou ja, vertel jij het maar. Nou, ik denk wat Bunk uniek maakt zijn de gebruikers, om te beginnen. Mensen die bij Bunk zitten, die zitten er dus niet alleen maar omdat het bank is, maar juist omdat het een blik in de toekomst is, omdat je er heel veel dingen mee kan die je bij een normale bank niet kan, omdat de ideologie anders is, omdat de mensen anders zijn, omdat alles anders is. Ons verdienmodel is anders. Wij blijven van je geld af. Dus we investeren het niet in allerlei nare bedrijven. We verkopen je data niet. We hebben ons uiterste best gedaan als IT'ers om een app te maken die fantastisch is. Hij is zelfs zo goed dat zelfs Apple ons een award heeft toegekend vorig jaar. Dat is een van de beste apps van het afgelopen jaar. We proberen alles te doen om terug te gaan naar de kernvraag van onze gebruikers. Wat hebben ze nu eigenlijk nodig in een dagelijks leven? En dan daar een zo goed mogelijke toepassing op te verzinnen. Ja, ik ga nu eens terug naar zeg maar het eerste deel van je rijtje. Je zei, van, je kunt bij ons andere dingen doen dan bij andere banken. Ja. Het ideologische snap ik, zeg maar. Ja. Dat is mooi, maar uiteindelijk wil je natuurlijk, dat zou ik zelf zeggen, dat is een prachtig bijeffect. Ja. Maar uiteindelijk wil ik gewoon of de beste app of de beste mogelijkheden, et cetera. Dus wat kan er bij jullie anders dan? Nou, ik weet, daar stap je makkelijk overheen, maar ik weet dus niet of je daar gelijk in hebt. Nee? Jullie klanten dat ze om een andere reden bij jullie zijn? Nou, het algemeen belang wordt denk ik bij onze gebruikers ook meegenomen. Zoals je dat bijvoorbeeld ook doet als je groene stroom afneemt of biologisch voedsel koopt. Ik bedoel, je erkent inmiddels dat we met de wereld zo ver zijn. We zijn allemaal met elkaar verbonden. En het heeft niet zoveel zin om alleen maar voor je eigen belang te gaan. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die wat verder kijken dan over hun eigen schutting en dus alles in ogenschouw nemen. Een keuze maken in plaats van alleen maar, oh, hier krijg ik 2 kilo kip voor een euro. Ja. Of daar krijg ik 3 kilo kip voor een euro. Dus dat is een ding. Maar de dingen die anders kunnen zijn,
Ja, zoveel is anders. De app is mega gebruiksvriendelijk. Alles is real-time. Voor de techneuten onder ons, nou, je bent bij TransCB klant, dus ja. Ik neem aan dat je een klein beetje technische kennis hebt. Je hebt een API waar je tegenaan kan praten. We zijn heel erg groepsgefocust. Dus nou, jullie hebben samen dit prachtige ding hier voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat je een groepsrekening wil om de biertjes van te betalen. Dat kan heel makkelijk. Dus dan heb je een potje waar je met z'n allen bij kan. Dat is een echte bankrekening. Waar je pinpas aan kan koppelen. Waar je gewoon dingen mee kan betalen. En waar je real-time mensen toegang tot kan geven. Ja, dat zag ik ook. Dat vond ik wel interessant. Wij gaan bijvoorbeeld altijd naar South by Southwest met een groep van vier. Leuk. Dacht ik van, nou ja, weet je wel, iedereen betaalt wat verschillende dingen. Toen ik dat zag, dacht ik ook wel, dat vond ik wel een aantrekkelijk ding. Ja, wat je dan kan doen is dus, iedereen stort bijvoorbeeld, weet ik veel, €200 of zo. En dan heb je dus één bankrekening en dan ga je erheen met je bankpas en je hoeft nooit meer achteraf te verrekenen. Het is gewoon, als het geld op is, stort iedereen weer bij en je hebt geen gedoe meer. Nou, dat is een van de dingen die wij fundamenteel veranderd hebben in de bankaire sector. Want tot ons ging geld eigenlijk altijd 1-op-1. Dus het was jouw bankrekening. Nou, met pijn en moeite had je dan een en-of rekening met een ander. Maar wij hebben dat heel vloeibaar gemaakt. Want het is niet meer een individuele wereld. Je doet juist dingen met je vrienden, met je partner, met je partners in sommige gevallen. Gaat dat voor sparen? Kun je met z'n allen sparen? Je kan met z'n allen sparen, want het geld kan allebei de kanten opstromen. Het is wel zo dat wij geen rente uitkeren op dit moment. En dat komt gewoon omdat we je geld dus niet investeren in riskante beleggingen of in nare bedrijven. Ja, wat doe je dan met het geld? We stallen het bij de centrale bank. Okay. En we kopen er staatsobligaties van. Ja. Ja, stallen bij de bank kost geld? Ja, minder dan 4%. Ja. Ja, dat tikt inmiddels aardig aan. En hoe zit jullie verdienmodel dan in elkaar? Want bij de traditionele bank is natuurlijk een hybride, hè? Dus gedeeltelijk bijdrage van de klanten, gedeeltelijk een opslag op bepaalde diensten, gedeeltelijk investeren. Ja. Nou, ze zijn er vast nog een paar bronnen. Ja, een heleboel, ja. Je zou voor de grap eens een prijslijst erbij moeten halen. Het is ondoorgrondelijk. We proberen zelf wel eens prijsvergelijking Hoe doen jullie het? Wij houden het simpel, want ik hou gewoon niet van gedoe. Dus we hebben een gratis versie die je kan gebruiken om een rekening aan te houden en om online betalingen te doen. Dus gewoon een bankrekening. Wordt gedekt door depositogarantiestelsel. Dan hebben we een premium versie waar je 25 bankrekeningen kan maken. Dus 25 potjes, bijvoorbeeld voor je dagelijkse uitgaven of als je wil sparen of groepsrekeningen en dat soort zaken. En 3 passen, 2 Mastercards en een Maestro-pas. En dan hebben we nog een businessrekening en dat kost een tientje per maand. En dat is als je een bedrijfje hebt. Ja, daar was de laatste heel veel over te doen. Want jullie verhoogden de prijzen geloof ik van €1 naar €8 of zo. Ik weet niet precies. Ja. En, nou, dat was dus een klein misverstand. Want wat wij juist deden, wat Bunk denk ik heel goed doet, wat overigens ook een verschil is met de bestaande banken, is dat we heel vaak nieuwe dingen uitrollen. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe functionaliteiten. En wij lanceerden dus met Bunk Update 5. De mogelijkheid om met je mobiele telefoon te betalen. En ook Mastercards, zodat je dus wereldwijd betalingen kon doen. Maar we merkten dat ook onze prijslijst, want toen we begonnen hadden we maar één optie, en dat was een pinpas. Zeg maar een normale, ouderwetse, haast Hollandse zou ik willen zeggen, pinpas. Ja. Maar we merkten dat onze prijslijst steeds langer en langer en langer ging worden. En we meten dus alles en we zagen dat er steeds meer en meer en meer vragen kwamen. Hoe zit dit? En als ik dat neem en als ik dat neem, toen zeiden we, ja, maar wacht even. We willen niets op een normale bank lijken. En dus hebben we gezegd, we maken één simpel tarief. Dat is premium, er zit gewoon alles in. En dat is dus helemaal geen prijsverhoging. Want daar zit gewoon alles in. Afhankelijk van wat je precies gebruikt. Bijvoorbeeld of je de API gebruikte. Is premium goedkoper. Of inderdaad, als je alleen maar één pas gebruikte en daar deed je nooit transacties op. Want we hadden vroeger een transactiesysteem. Dan is dat inderdaad goedkoper. Maar we hebben het eigenlijk gewoon vereenvoudigd. Dat past heel erg in onze visie.
Ja, denk je dat je daar... Want er was best online wat gedoe over. Ja. Jullie moesten echt gaan uitleggen wat er nou aan de hand was en waarom. En het is natuurlijk altijd fout dat dat moet. Of jammer, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb hetzelfde meegemaakt bij... maar dan de omgekeerde weg. Ik was een van de eerste klanten van Knap. Ik dacht ook, hey, nieuwe bank met beloftes. Even kijken. Ja. Ga eens kijken. Ja. Ik vind, als mensen dan beloven een tientje per maand... maar dan is alles transparant, denk ik. Nou, hey, goed. Top, ja. Maar dat vonden mensen allemaal veel te duur. En zij kwamen er binnen een jaar achter dat dat gewoon te hoog geprijsd was. Dat mensen dat niet gaan doen. Ja. Waarom denken jullie dat wel kunnen? Omdat wij denken dat we heel veel mooie spulletjes bieden voor die 8 euro per maand. En met... onderbreek je toch even. Ja, we zaten voor de uitzending ook even te praten met wat mensen die waren. Van Bunk, wat vind je ervan en wat is dat dan? Ja. Zeiden mensen samenvatten, wat is Bunk? Ja, Bunk doet alles mobiel. Dat is alleen maar mobiel. Ja. Je kunt alles in je app doen. Ja, klopt. Ik zeg, ja, dat is ook zo. Ja. Heb je Bunk wel eens gebruikt? Ik ben geen Bunker. Nee. Zullen we afspreken dat je het een keer gebruikt en dan echt gebruikt, zoals het bedoeld is? Ja, en dan gebruik je het een weekje met alle passen en alle notificaties en samen naar South by Southwest. Of gewoon eikel in de potje. En gewoon doen zoals het bedoeld is. Dus niet alleen maar hetzelfde doen als wat je nu bij de ING doet, maar doen zoals het bedoeld is. Dus ik met groepsrekeningen. Ik zit ook bij een paar andere banken, hoor. Dus of ABN of whatever, of Knap. Ja. Maar doen zoals het bedoeld is. Met alle real-time features en groepsfuncties. En alle leuke dingen die je hebt. En als jij na 2 weken nog steeds denkt dat het te veel is... dan krijg je van mij die 8 euro terug. Ja. Nou, dat is sympathiek. Nou, waarvan akte. Ja. Deal. Je zit ook nergens aan vast. In tegenstelling tot andere banken. Wij doen dingen echt anders. Wij zitten in een heel ander domein dingen te doen. Ja. Ja. Dus ja, maar je kan ook een maand proberen. Maar de achtergrond van mijn vraag was veel meer dat blijkbaar het toch nog wel lastig is om dat over de bühne te brengen. Omdat het communiceren. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Ik ga niet zozeer omdat ik iets vind. Nee, maar ik merk dat heel veel mensen... Dat is van een deal. Nee, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met samenvattend eigenlijk. Kijk, weet je, dit is wat Bunk is. Ik zeg, nou, dat is niet zo. Want dat doen alle banken. Het is veel meer, ik denk dat de bottom line is dat we bij Bunk heel erg goed zijn in het maken van een fantastisch product. Daar staan we wereldwijd ook onbekend. Dat zou je niet verwachten van een Nederlands bedrijf. Dus ik ben net anderhalve week terug uit Silicon Valley. Ik ga volgende week weer naar New York. We staan wereldwijd bekend om wat wij hier presteren met een paar man qua product. Maar we zijn niet heel erg goed in marketing. Dus mocht je nog een fantastische marketeer zijn... Die constatering is... Kom maar langs. Hey, je bent begonnen om de bankwereld even een schop onder de kont te geven, zeg maar. Om diversiteit aan te brengen. Oké, diversiteit aan te brengen. Ja. Wat is je tegengevallen toen je hier aan begon? Een heleboel dingen. Het is wel echt... er zijn wel echt heel veel regels, bijvoorbeeld... Ja. Het is niet altijd zo dat als je het beste voor hebt met je gebruiker... of het beste met je klant of het beste met de mensen die bij je werken... dan moet je toch voldoen aan die regels. En dat staat een beetje haaks op elkaar. Dat valt wel tegen. Het valt mij tegen hoe moeilijk het is om uit te leggen hoe fantastisch Bunk is. Ja. Ik ben eigenlijk heel erg van de oude lees, van de oude school. Namelijk, maak iets geweldigs. Mensen gebruiken het, worden er blij van. Ja, en vertel het verder. Wat ik merk, doordat Bunk redelijk in de spotlight staat... is dat er een groep mensen is die ervan gehoord heeft... of er iets van weet of van vindt. Maar die het zelf dus niet gebruikt. Maar wel dat beeld is ontstaan. En dat is natuurlijk een beetje jammer. Maar wat ik ook merk, is dat wij helemaal nog niet zo oud zijn. Ik bedoel, we zijn nog niet eens 2 jaar op de markt. Ja. En dat we ongelooflijke dingen hebben bereikt. Ik bedoel, als je kijkt naar ons forum Together... dan zie je dat we zoveel gebruikers hebben die zo gepassioneerd zijn over Bunk. Nou, dat heb je nergens anders. Welke rol speelt dat forum bij jullie? Ze helpen elkaar, ze helpen ons. Het is eigenlijk meer een soort beweging van mensen die het gewoon gaaf vindt om op een rijdende, het is wat abstract, maar op een rijdende trein te zitten en daar invloed op wil uitoefenen. We luisteren ook echt naar onze gebruikers. We passen die app ook aan. Dus dat is een heel andere.
een heel ander spel, zeg maar. Een heel ander ding. Hey, en dat we wereldwijd bekend zijn. Hoeveel bedrijven zijn er? Ja, maar daar heb ik wel een vraag. Dat is heel mooi. Begrijp ons niet verkeerd. Het feit dat we kritische vragen stellen... of proberen erachter te komen wat er uniek is aan wat jullie doen... dat laat onverlet dat ik het fantastisch vind... dat jullie in de Apple Top 10 staan. Dank je. Dat is oké. Überhaupt het feit dat je hier zit. Ja. Weet je, laten we dat even voorop zetten. Dat doen we alleen maar omdat maar het is ook, weet je, ik probeer natuurlijk ook helder te krijgen. Hoe het zit. Nee, hoe het zit en waarom het gaat zoals het gaat. Want als, weet je, ik kan niet alles proberen waar wij het hier over hebben. We hebben straks hierna jou hebben we een uitzending over een start-up die... ontwikkelingen doet voor huisartsen op basis van algoritmes, op basis van heel veel data, probeert de behandelmethodes die huisartsen voorschrijven te verbeteren. Ja, ik kan er ook alleen maar lezen over wat er over beschikbaar is en ben straks ook heel benieuwd wat dat is. Ja. Bij jou is dat natuurlijk ook zo, want ik zie hele mooie dingen, ook hele mooie publiciteit, maar ik zie ook dat je verlies draait. Ja, zeker. Dit jaar weer dik 5 miljoen, geloof ik. Of vorig jaar? Nee, vorig jaar. Dit jaar wordt het nog iets meer. En dat, weet je, daar moet jij natuurlijk op een gegeven moment ook iets aan doen. Dus ik zoek naar van, weet je, wat gaat er goed? Ja. Wat moet er beter? Ja. Ja. Ik denk wat er goed gaat is, wij hebben wereldwijd succes met het product wat we gebouwd hebben. Wij lopen zo ver op de markt voor dat we eigenlijk de de facto standaard zijn van waar de markt heen gaat. Ik denk wat er goed gaat is dat we een steeds groter wordende groep enorm enthousiaste gebruikers hebben. En ik denk wat er beter kan en wat ook beter moet is PR en marketing. Ja. En hoe moeilijk is het om dit internationaal te doen? Want in elk land zijn de regels ook weer anders. Hè? Ja. Dus dat lijkt mij een vrij dramatische operatie. Ja, nou dat is het ook. Ja. Dat dus als jij zegt van we zijn internationaal, dan bedoel je eigenlijk, mensen kennen ons echt, maar ze weten wat we doen, weten waar we voor staan, maar het is nog niet overal te gebruiken. Nee, het is niet overal te gebruiken. En er zijn wel echt hard mee bezig. En daarom merk je eigenlijk dat de regelgeving ons een beetje parten speelt. En dat is overigens ook niet in belang van de eindgebruiker, want die heeft daardoor minder keuze. En minder concurrentie is voor een eindklant altijd minder goed. Dus wat zijn daar je doelen in? Nederland is je land waar je start. Daarvan kan je zeggen van oké, wat mensen in het algemeen in het verleden altijd gezegd hebben, het is een mooi land om te beginnen. Het is een overzichtelijke markt. Het is een voorbeeldland, et cetera. Ja. Wat zijn de volgende landen die... We hebben voorzichtig onze teentjes in water gedoopt voor Duitsland en Oostenrijk. Daar lopen dus wat issues van gevolg van regelgeving, gevolg van verouderde systemen, gevolg van allerlei dingen. De financiële wereld is zo ongelooflijk archaïs, dat hou je gewoon niet voor mogelijk. Maar die problemen zijn we proberen aan het op te lossen. En als dat lukt, dan gaan we nog in een aantal andere Europese landen. En ik ben tegelijkertijd dus ook bezig met kijken naar de VS. Want ik ben Bunk gestart met globale ambities. Ja, dat is ook het doel. Je zei, ik was vorige week in Silicon Valley, volgende week weer. Dat is ook jouw doel daar. Ja. Dus even kijken hoe... let's go. Ja, toch? Ja. Nee, het lijkt me een mooie ambitie. Ja. Ja. Je zei, je hebt een paar keer gezegd, wij lopen voor op die bestaande wereld, de oude wereld. Ja. Jullie zijn een bedrijf wat zeg maar digitaal, 100% digitaal gestart is. En die andere bedrijven hebben dat in het algemeen niet gehad. Wat maakt het verschil daarin? Ja. Je altijd over digitalisering natuurlijk. Maar je zou kunnen zeggen, wat jullie doen, daar kunnen andere bedrijven naar kijken. En ze kunnen daarvan leren. Ze kunnen ook 100 of 200 of 300 man uit een hoed toveren. En die gaan programmeren en die gaan iets vergelijkbaars maken. Ja. Maar bij jullie zit het in DNA, bij die andere bedrijven niet. Waar blijkt dat uit? Ken je het verhaal van de Wright Brothers toevallig? Nee. Die hebben de vliegtuig soort van als eerste voor elkaar gekregen. Ja. Maar waar zij tegenop namen, dat wist ik helemaal niet. Nou ben ik zijn naam vergeten. Maar dat was een zeer vooraanstaande, zeer bekende kerel uit een gelieerde industrie. En die kreeg van een van de grote conglomeraten van toen de tijd, ook weer de naam van vergeten, miljoenen in die tijd, dus heel veel geld, om een vliegtuig als eerste voor elkaar te krijgen. En hij nam de beste mensen aan en beloonde ze en bonussen en weet ik wat. En groot en bekend en honderden mannen trok hij. Maar wie ontwikkelde uiteindelijk de eerste vliegtuig? De Wright Brothers. En ik denk dat
dat dat niet alleen voor de Wright Brothers en voor Bunk geldt, maar voor alle echte innovatie. Dat komt nooit bij grote bedrijven vandaan. Daar is het ingewikkeld voor. Jullie hadden geen ballast. Wij hebben geen ballast, waardoor we... Kijk, als je een bedrijf bent met 50.000 man, dan zijn de afwegingen anders. Dan heb je allerlei bestaande dingen waar je aan moet voldoen. Je hebt bestaande medewerkers, je hebt bestaande processen, je hebt bestaande gedachten, je hebt bestaande markten, je moet je winst beschermen, je moet je weet ik veel wat allemaal beschermen. Het zijn allemaal dingen die maken het heel lastig. En het enige doel wat Bunk had en heeft, is een fantastische gebruikservaring bieden. Dat is het enige waar we elke dag wakker voor worden. Ja. Dus daar kan je niet mee concurreren. Je kan wel concurreren met een marketingbudget van 1 miljard... en op alle tv-zenders weet ik veel wat, en je PR goed op orde hebben, en al dat soort dingen waar wij het dus op verliezen. Ja. Ik bedoel, ING, ABN, et cetera, hebben enorme budgetten waar ze fantastische dingen mee doen. Maar ja, we hebben maar 1 ding. En dat is een fantastische ervaring. Ja. Hey, dus daarom, als ik dit soort vragen krijg, zeg ik ook altijd, weet je, probeer het gewoon. Ja. En dan, weet je, die 8 euro, dan koop ik wel koop ik 2 biertjes voor je. Ja. Was het niet goed? Ja, nee, maar dat vind ik toch iets te makkelijk, met alle dat, respect. Dat kan je vinden, maar dat is wel wat wij hebben. Ja, maar dat het is begint, wat wij hebben. Nee, maar het begint met dat jij mij als niet-klant moet overtuigen dat dit de moeite waard is. Ja. Want, weet je, zo begint het. Je kunt niet iedereen individueel gaan zeggen, ik betaal je die 8 euro terug als het niet bevalt. Weet je, daarin heb ik toch nog blijf ik wel een paar vragen hebben. Hoe goed die gebruikservaring ook is. Want dat lees ik ook overal. Mensen vinden het fantastisch. Het staat niet voor niks in die top 10 van Apple, waar we net al aan refereerden. Maar als ik je site lees en bijvoorbeeld kijk van ik heb een paar zakelijke rekeningen. Ik stap over naar Bunk. Wat krijg je? Nou, betaalverzoeken, telefooncontact, je kunt wereldwijd betalen, real-time, 24/7, inzicht. Nog allemaal van die dingen. Ik denk van boekhoudkoppelingen. En misschien is het de marketing hoor. Mm-hmm. Dat je hier niet genoeg aan mij in duidelijk maakt van wat nou je onderscheidend vermogen is. Dat kan. Want waar ben jij nou op zoek? Ik ben helemaal nergens naar op zoek. Nee. Nou, dan valt er dan toch niks aan je te geven. Nou ja, wel, want jij... Ja, soms weet je niet waar je naar op zoek bent. Hè? Dat wisten we ook niet met de iPhone, zeg maar. Waarom met de mobiele telefonie van die vroeger. Nee, daar waren we ook niet naar. Waarom zou ik overal gebeld willen worden? Ja. Grappige filmpjes. Ik denk namelijk juist dat je ook als je zoiets nieuws in de markt zet, want laten we 1 abstractieniveau hoog gaan, dat ook lastig is dat mensen verwachten van alles van je. Ja. Wat je eigenlijk eerst moet bieden om met die grote bedrijven überhaupt te kunnen concurreren. Want zo'n boekhoudkoppeling is natuurlijk eigenlijk totaal oninteressant. Maar je moet het wel allemaal doen. Ja. Daar gaat natuurlijk heel veel tijd bij jullie ook in zitten, of niet? Nou, daar gaat veel tijd in zitten, maar je moet het allemaal doen, zo'n boekhoudkoppeling. Je moet niet vergeten dat wij de eerste en vooralsnog enige bank zijn met een real-time boekhoudkoppeling. I'm just saying, hè. Dus dat is ook weer een reden om Bunk te nemen. Omdat je dan altijd real-time inzicht hebt in de staat van je uitgaven. Maar mij is het 1 keer per dag, dat klopt. Ja, precies. Ja. Maar dat is nogal een verschil als je een aantal vestigingen hebt en je wil vanuit een hoofdkantoor bijvoorbeeld in 1 keer kunnen zien hoe het ervoor staat overal. Okay. Dat alles real-time is bij Bunk, dat is nogal wat. Dat is uniek. Dat is uniek. Ja. Dat je je medewerkers een pas kan geven, zodat je eindelijk van dat verschrikkelijke contante geld af bent voor de onkosten, zeg maar. Je kan al je medewerkers zo oppassen, je kosten relatief weinig, limieten erop van, ik noem maar wat, 100 euro, whatever. Ja. Klaar. Meteen in je boekhouding, je hoeft geen bonnetjes meer, het staat er allemaal in. Ja. Gebruiksgemak. Het is gebruikservaring. Alleen, we hebben zoveel van dit soort dingen. Ja. Ja. Ik weet niet welk deel van die honderden dingen waar we over nagedacht hebben bij jou aansluit. Maar dat is wel wat Bunk uniek maakt. Want als jij Bunk gaat gebruiken met heb je kinderen? Ja. Oké. Als je Bunk gaat gebruiken met je kinderen, dan kom je er ook weer achter dat daar ook weer allemaal handigheidjes in zitten. Ja. Als je Bunk gaat gebruiken met je vrienden om op vakantie te gaan naar South by Southwest, dan kom je er ook weer achter dat er allemaal handigheidjes in zitten. En als je een keer een pas verliest, die kan meteen via de app dat ding blokkeren zonder dat je in paniek hoeft te raken van wat er gebeurt. Daarover al dat soort dingen is heel veel nagedacht bij Bunk. En dat maakt ons bijzonder. Alleen dat kan ik niet in 2 zinnen uitleggen. Ja. Dat moet je ervaren. Nou ja, je hebt nu, ik ga het proberen. Ja, daarom, de argumenten, je hebt de argumenten nu gegeven. Dus
pas je site aan. Deze ja, argumenten zijn... Nee, want geen gedoe meer met contant geld. Dat moet je voor mij echt niet als erbij zitten. Want dat is, ik heb überhaupt nooit contant geld. Nee. Dus dat is een, weet je, dat nee, maar dat is dus het voorbeeld wat ik bijvoorbeeld net gaf... als je medewerkers hebt. Ja, maar die vind ik heel sterk. Absoluut wel. Nou, ik sta open voor, weet je, elke marketeer, elke designer... elke websitemaker die je kent. Graag. Daar vliegen we. Ondanks het feit dat we er al door de tijd vliegen... want je zegt altijd een half uur is best lang, maar er zijn al bijna. Voorbij. Gezellig. Wat ik toch nog even aan wil stippen, is dat... we kennen jou van Trans-IP ook. Ja. En dat wil ik toch even noemen, want ik ben al heel lang... en wij trouwens allebei, toevallig, wisten we niet van elkaar... Maar, allebei gebruiker? Ja, allebei. Leuk, jongens. Ik draai daar echt al mijn domeinen al jaren in de hosting. Ik vind het echt top. Met afstand, dat zeg ik niet om jou alleen te pleasen, de eenvoudigste provider. Dank je. Maar ik begrijp ook, als ik goed lees, dat jij wat je doet met Bunk kost best een hoop geld. Je zegt al, je hebt vorig jaar verlies gedraaid. Dat zal dit jaar zeker weer. Zeker, zeker. Ja. En dat financier je vanuit je vorige bedrijf. Waarom doe je dat? Want dat... Dat is niet. Okay. Ja, vanwege die. We hadden helemaal aan het begin van het gesprek erover van waarom ben je Bunk gaan doen. Ja. Maar dat antwoord heeft natuurlijk twee delen. Het ene is waarom Bunk en waarom financiële sector. Nou, dat heb ik geprobeerd te beantwoorden. En het andere is waarom ben je überhaupt iets gaan doen? Eigenlijk. Ik had met dat geld had ik ook een boot kunnen kopen. En Maar het voelde en het voelt voor mij als een soort maatschappelijke plicht om hier iets aan te doen. In die tijd, moet je niet vergeten, in die tijd werd het gods onmogelijk geacht om een bankvergunning te krijgen. Ja, dat klopt. Ja. En je ziet dus, ik zag iets waarvan ik dacht dat het echt heel veel beter kon, maar ik zag ook tegelijkertijd hoe moeilijk het was om het beter te doen. Je had een enorme bak met geld nodig. Je moet een IT-systeem opzetten wat helemaal niemand kan, want al die bestaande banken die trekken natuurlijk off-the-shelf bij Oracle standaard producten. Je moest een bankvergunning, regulatory requirements. Dat was niemand. We zijn bijna alle advocatenkantoren in Nederland af. Niemand die wist hoe dat moest. Ik dacht van, nou, weet je, dan doe ik het maar. Ik zei de gek. Ja. Dus dat. Ja. Hey, maar ik weet dat je goed boert en goed geboerd hebt met Trans-IP, maar ik ga ervan uit dat daar ook grenzen aan zijn, zeg maar, wat je in Bunk kan of wil blijven stoppen. Wat is je volgende ronde? Investeren, als je naar Amerika wil, zul je toch, je zegt nu al voor dit jaar al, gaan we meer geld verliezen, maar dat komt ook omdat je moet ondernemen en volgende stappen moet zetten. En als je Amerika gaat doen, moet de stappen nog groter worden. Nog groter, Ben je nu nog steeds de enige eigenaar van Bunk? Is dat een eindig traject hierbij? Weet ik niet. Ik vermoed van wel, maar ik weet het niet. Het hangt er een klein beetje vanaf hoe snel de groei gaat en hoe ambitieus we doorpakken. En dat zijn natuurlijk twee variabelen waar ik aan kan draaien. Hoeveel geven we uit aan marketing? Hoe hard doen jullie je best om even alle vrienden te overtuigen om ook even Bunk te gaan gebruiken? Maar ook hoeveel landen pakken we tegelijk en hoe agressief gaan we in die markt in? Dus dat zijn schuiven waar ik aan kan draaien. En dan is het inderdaad de derde vergelijking. Trek ik extern kapitaal aan, ja of nee? Nou, dat hangt een beetje van de timing af. Dat is nog niet zeker? Nee, ik wil dat... Ooit heb ik gezegd, nou, aan mijn lijf nooit niet, zeg maar. Ja. En dat zal ook zo blijven totdat Bunk één fase verder is in haar bestaan. Je hebt bijvoorbeeld gezien dat we bij Trans-IP op een gegeven moment een investeerder erbij hebben gehaald. Bij Trans-IP is het oké. Want de producten zijn daar gewoon uitgekristalliseerd. De markt is uitgekristalliseerd. Er staat een hele sterke cultuur. Het is duidelijk waar we heen gaan. We hebben gebruikers en klanten die tevreden zijn. Top. En dan kan het wel. Maar Bunk staat nog eigenlijk in de kinderschoenen. Ja. Bunk moet in staat zijn om... we gaan die kant op. Oh, nou, dan gaan we die kant op. Je wil, weet ik veel wat... met je horloge kunnen betalen, ik noem maar wat. Ja. Nou, dan gaan we dat voor je maken... Gaan we niet doen, maar stel. Maar met aandeelhouders wordt dat lastiger. Wordt dat lastiger, want de mensen die bij Bunk zitten... hebben eigenlijk allemaal hele brede doelen in het leven. En die kijken, komen ook weer een beetje terug op het begin van het verhaal... die kijken naar meer dan alleen maar eigen gewin. Maar
de meeste investeerders, de meest normale investeerders, die willen gewoon maar één ding. En dat is een return on investment. Ja. Daar is niks mis mee, maar die fase zijn we gewoon nog niet. We hebben hier veel start-ups aan tafel vanuit allerlei verschillende sectoren. Zou jij mensen ook altijd adviseren dat zo lang mogelijk uit te stellen om kapitaal? Nee, helemaal niet. Nee? Het hangt van de situatie af. Ja. Ik denk dat de complexiteit bij Bunk is. We hebben eigenlijk al best wel wat mensen die meekijken en dingen vinden en waar we ons aan moeten houden. We hebben de hele sterke wetgeving, elke keer toezichthouder, toezichthouderorganen, AFM, DNB, weet ik wat allemaal. En buitenland komt dat erbij, hè? Als je naar Duitsland gaat, komt BaFin erbij, et cetera. En dat maakt het al heel complex om het tempo erin te houden wat je nodig hebt als start-up. Ja. Kijk, als je als start-up wat minder regelgeving hebt, dan kun je makkelijk een investeerder erbij halen, want dan, dat is maar één extra person to please. Ja. Maar bij ons is het al zo zwaar en zoveel. Ja, ja. Oké, helder. Wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Superman. Leuk, jongens. Kom over een tijdje nog eens vertellen. Hoe en over twee weken hoor je gelukkig meer. Jullie bedankt voor het kijken. Je weet, iedere dinsdagavond zijn we live vanuit Freedom Lab. Dus dank Freedom Lab die dat mede mogelijk maakte. Ik wou bijna een streamzilla zeggen, maar het heet helemaal Jetstream uit Groningen. Zorgt ervoor dat je iedere week live kunt meekijken. Dank voor de streamingmogelijkheden. PQR voor de hosting van de website. En Bier & Co. voor de biertjes. Al gaan Bier & Co. doorgaans niet over Amstel biertjes. Volgende week hebben we weer eentje van Bier & Co. Een fantastische bierimporteur hier uit Amsterdam. Tot zo. Dag. Thank you.